ik ontwaak in mijn cabine. De zon is al op, ik draai mijn eerste sigaret. Het wordt een bloedhete dag, ik slinter traag naar de kantine. De koffie is sterk, niet meer zo heet, maar toch smaakt die nog net. Ik ben een Midden-Oosten trucker. Ik ben een cowboy van de baan. Al vreet ik stof en waag mijn leven. Ik ga er steeds weer tegenaan. We wachten soms lang aan de grens om in te klaren. We doden de tijd met wat gokken en een bier. De reis is nog lang, je staat bloot aan veel gevaren. Ze stelen zomaar je truck en de politie helpt je geen zier. Ik ben een Midden-Oosten trucker. Ik ben een cowboy van de baan. Al vreet ik stof en waag mijn leven. Ik ga er steeds weer tegenaan. Yeah.
Het is een meerdere van hen, want als ze één keer bij de Turks opgetreden hebben, hoe zijn ze niet naartoe? Dames en heren, welkom op dag wel weer de 14e Turkersdag. Zo is er geen wind en zo is er wind. In 1991 zijn we begonnen met de eerste Turkersdag, wat nu inmiddels uitgegroeid is tot Turkers-transportdag. Zelfs hebben wij daar een vraag over in onze prijsvraag, wanneer was de eerste Turkers-transportdag? En ik denk dat heel veel mensen het eerste jaartal in de gedachten hebben, maar dat klopt dus niet. Het is terecht de naam in de loop der jaren, waar ik net al gezegd heb, in de Turkers-transportdag. Zoals jullie allemaal kunnen zien, staat er nu ook weer heel veel van diverse soorten. Klein, groot, van formaat, maar ook de regionale brandweerkorpsen. Ook de politie,
is aanwezig en niet te verkeerd het kinderkleding. Ook kun je meer rijden op een vrachtwagen modelauto. Speciale aandacht is, en dat is zeker belangrijk, omdat links en rechts nogal veel ongelukken gebeuren. De dode hoek, en bij de dode hoek zal het veldverkeer in Nederland heel veel aandacht aan besteden. Maar ook wordt er extra aandacht aan besteed aan een tractor met een ploeg of een andere grote machine erachter. Want als die een bocht omgaat, dan schuilt er nog het gevaar waar ook een fietser of terwijl een automobilist niet op berekend is. De uitzwaai is nogal stevig. Ook zullen op deze dag, en ze staan nu achter mij, de Chompy-zingers een optreden geven van diverse keren. Ook het Banenplein is dit jaar weer iets groter als in 2016. Ook dit gaat geleidelijk groter worden, ondanks dat ook de beroepsgoedenvervoer zit te springen om mensen. Maar niet alleen het beroepsgoedenvervoer, ook in andere takken van het transport, zowel bij de vuilnisdienst als anderen, zit men te springen om mensen. Kom maar eens aan de goede mensen. Iedereen kan chauffeur worden, denkt men. Maar vandaag en dag, als je een klein beetje beroepschauffeur wilt worden, dan ben je, en schrik niet, 5000 euro kwijt. Voordat je alles hebt, van klein tot groot. En dan komen we nog weer bekijken, ook de, wat heel veel, denk ik, burgers niet weten, de code 95. De code 95 is een apart papiertje erbij dat je eigenlijk echt een beroepschauffeur bent. Alleen denk ik dat ik eens naar de overheid moet kijken, of de overheid moet eens naar ons kijken, heeft het wel nut, want er is nooit een instantie die vraagt als je hem wel hebt of niet. Alleen, met het aanvragen van het rijbewijs, moet je hem wel hebben. Net als in voorgaande jaren zijn we ook dit weer gastvrij bij Nijen Wassing op het trein. En ook kan ik misschien wel een tikje van de sluier oplichten dat we misschien in 2020, wat dan onze lustrum is, hier ook mogen zijn. Ook hebben wij dit jaar weer een commercieel doel en dat is eigenlijk de wensambulance. Dus mensen, denk hier ook aan. Maar zo zijn er ook nog een paar andere doelen. Ook is dit enkele persoon met een loopverhoop in Koevoorn. Ik wil eigenlijk besluiten of afsluiten met het volgende. Dat wij dus in 2020 ons lustrum hebben. En er rest mij nog één ding, en dat wil ik graag bij deze doen. Sponsors, vrijwilligers en gemeenten, hartelijk dank dat het mogelijk is om deze stukjesdag te mogen doen. Nogmaals, hartelijk dank hiervoor. Ik geef nu graag het woord aan Jan Zwiers, onze wethouder. Ja, dankjewel Bertus. Ja, het is wel een mooi decor, dat heb je ook al even gememoreerd, om hier te staan. Ik dacht eerst, we moeten in die opleggen, maar ik vind het natuurlijk veel mooier. En dat het terrein weer helemaal vol staat, en zelfs nog meer dan dat, want achter ons daar staan een stuk of wat Scania's, brandweerauto's in spe. Het is wel een heel mooi decor. En eigenlijk is Koevoorn ook transport. Dat hebben we al jarenlang uitgedragen en daar heeft dit evenement een ontzettend belangrijke plaats in. En eigenlijk wordt het nog steeds belangrijker. We zijn met elkaar als gemeente gaan samenwerken in Dutch Tech Zone, ja, een Engelse term. Maar dat doen we met Hogeveen, met Hardenberg, Emmen en Koevoorn. Gaan we op economisch gebied, werken we samen. En dat heeft ook die logistiek, het transport, dat heeft daar een hele belangrijke plaats in. En dat wordt alleen maar beter. We willen die positie verstevigen met elkaar. En dan moet je dat ook willen uitdragen. En dat doet dit evenement, dat doet deze truckersdag bij uitstek. Bertus heeft net al aangegeven dat we met elkaar zitten te springen om personeel. Nou, ik heb net al gezegd, ik heb ook een vrachtwagenrijbewijs. Ik geloof dat ik nog, ik hoor net van Thibaut dat ik met 5 dagen bijschooien, dat ik dan op in ieder geval een 50 ton truck mag rijden. Nou,
Misschien is dat nog wat voor als ik een keer weggestuurd word als wethouder of dat ik een keer zeg maar, na deze carrière nog wat anders mag doen. Maar dat lijkt me wel wat, zo'n grote truc. En zo zijn er misschien wel meer mensen die wel dat vrachtwagenrijbewijs hebben, maar die moeten we gewoon vinden met elkaar. En toch de verleiding hebben, de verleiding bieden om dat beroep te kiezen, want het is natuurlijk ook een fantastisch beroep. Dit evenement is niet alleen een feestje voor de truckers, want dat is ook belangrijk, maar het is niet alleen een feestje voor de truckers, het is ook een feest voor de inwoners van Coevorden en voor mensen die geïnteresseerd zijn in transport en in veiligheid. Want techniek en veiligheid is dit jaar heeft er weer extra aandacht gekregen. En dat is mooi. En ik wil het ook niet te lang houden, want iedereen die wil natuurlijk graag op pad om te kijken wat er allemaal op het terrein te doen is. Wij zijn er in ieder geval ontzettend trots op als gemeente Coevorden dat deze dag hier in Coevorden georganiseerd wordt. Ten meer omdat Coevorden dat transportcentrum wil zijn, die plek wil zijn waar in Zuidoost-Drenthe in ieder geval alles bij elkaar komt. Spoor, daar hebben we oog voor, daar gaan we ook mee aan de slag. Dat doen we samen met onze Duitse collega's. Er zijn hier ook Duitse ondernemers, er zijn hier ook heel veel Duitse bezoekers vandaag. Dat is ook al een soort traditie geworden. En die samenwerking met Duitsland, dat is heel belangrijk ook voor de toekomst van dit gebied. Spoorwegvervoer gaan we weer krijgen, ook met personenvervoer over de grens. De koersen op 2025, dat lijkt nog heel ver weg, maar in dit soort zaken is dat vrij gebruikelijk. Dat helpt ook voor de transportsector hier. Want treinen kunnen simpelweg sneller rijden over dat traject vanaf Coevorden de Duitse grens over. En dat scheelt gewoon geld. Want daar gaat het toch ook aan het over. Bertus kondigde net al aan dat we volgend jaar, nee niet volgend jaar, over 2 jaar een lustrum hebben. Nou, dat lustrum, ik vind dat we dat groots moeten vieren. Dus ik roep niet alleen de gemeente op, en de gemeente Coevorden hoort daar zeker bij, maar ik roep ook zeker alle sponsoren en vrijwilligers op om voor volgende keer, dus over 2 jaar in 2020, nog eens extra uit te pakken. En ik hoop ook dat al die truckers die hier belangeloos naartoe komen en die hier net komen voorrijden, wat mensen over het algemeen ontzettend leuk vinden, dat die dan een nog grotere karavaan kunnen vormen dan vandaag. Want het was vandaag natuurlijk wel mooi, maar in zo'n lustrumjaar moet het toch nog een beetje groter worden, denk ik. Dus ik wil graag ook een hartelijk applaus van iedereen voor de organisatie, want die houden het natuurlijk ook al jaren vol. Dus mag ik daar wat dat betreft jullie even om vragen? En dan sluit ik af met iedereen ontzettend veel plezier te wensen. En ook vooral de organisatie veel plezier te wensen, want heel veel kunnen er ook niet meer aan doen. Dus geniet er zelf ook nog een beetje van. En ja, de muziek, ja, dat was net al een hoogtepunt zo ongeveer. Dus heel veel succes, vooral heren. Series, hartelijk dank voor het mooie horen. Als verrassing. Sinds kort, met de voorbereiding van 2020, hebben wij onze eigen truckersbidder. Wat u aangeboden wordt, de handelsminister. Ik hoop dat je samen met die vrouw geniet. Ik zal er vanavond maar niet meer van nemen. Bedankt. Nou, du hast mich tausendmal verloren. Du hast mich tausendmal verloren. Ich bin mit dir so hoch verloren. Thank you.
Gaat je te slom? Nou, dan worden ze een echte en oude wachtrijden. Ja?